Els, het is vandaag Wereldmalariadag. Er zijn echt allerlei spookverhalen en broodje-aapverhalen over malariapillen. Die willen we graag de wereld uit helpen, dus ik ga jou een aantal stellingen voorleggen. De eerste stelling, van malariapillen ga ik hallucineren. Niet waar. De medicijnen die we nu het meest voorschrijven, daar is dat eigenlijk geen bijwerking van. De wat oudere malaria-medicijnen, daarvan weten we dat als mensen zelf al heel veel aanleg hebben voor hallucineren of aanleg hebben voor echt geestelijke stoornissen, dat je dat kunt een beetje uitlokken met die pillen, maar niet voor de grote groep. Mensen dromen hooguit wat heftiger, maar dat is het. Dus deze stelling zou ik als niet waar bestempelen. Ik kan best de restantpillen van een vriend die vorig jaar geweest is even overnemen. Niet waar. Je krijgt als je op reis gaat naar een hoog malaria risicogebied eigenlijk precies een kuur die afgestemd is op jouw reis. Je begint één dag van tevoren, je slikt tijdens je reis elke dag een tablet en je maakt de kuur af, nog een week daarna. En dat betekent dat je met een aantal tabletten van je buurman die over datum zijn, dat je het niet gaat redden. Els, de volgende stelling. Ik ben zwanger, dus ik moet dan juist voor mezelf en mijn ongeboren kind de malariapillen slikken. Waar? Het risico op ernstige malaria is voor zwangere vrouwen veel groter. En ook voor hun ongeboren kind. Dus dat wil je echt kosten wat kost voorkomen. En dat betekent dat je, wij vaak ook zeggen, moet je die reis nou echt wel maken? Maar als mensen toch echt weg willen, echt weg moeten naar een malariagebied, dan maken we een plan, zodat we dat met tabletten echt kunnen voorkomen. Nou, ik ben weer terug in Nederland, dus ik kan de malariapillen in de prullenbak gooien. Ik heb ze niet meer nodig. Niet waar. Dat is de malaria-parasiet die je bloed ingaat en die zich daar gaat ontwikkelen. Ja, als dat in het laatste stukje van je reis is gebeurd, gaat dat gewoon door. En kan je daarna echt nog ziek worden. En die malariapillen in die week erna helpen om dat te voorkomen. Mijn kind kan gewoon mee zonder pillen. Die hoeft niet beschermd te worden. Niet waar. Kindjes verloopt malaria eigenlijk veel ernstiger dan bij volwassenen. En dat betekent dat je juist kinderen heel goed moet beschermen als je naar een land gaat waar een risico is op malaria. Kindjes kunnen ook niet zo goed aangeven als ze zich niet lekker voelen. Dus waar je voor jezelf misschien makkelijk zou denken, er is wat met mij, geven kindjes dat vaak niet goed aan. En kunnen ze al veel zieker zijn op het moment dat ze echt malaria blijken te hebben. Ik wil me wel laten vaccineren tegen malaria, maar dat kan nog niet. Waar? Of je het wil, weet niet of dat waar is, maar dat het nog niet kan, dat is in ieder geval een stelling die waar is. Er wordt heel erg hard gewerkt aan een vaccin, ook door onderzoekers in Nederland. Dus er worden heel veel vaccins getest, de een met meer succes dan de andere. Dus ik hoop dat als jij over 5 jaar of over 10 jaar deze stelling nog een keer voorlegt, dat we dan kunnen zeggen dat je met een vaccin gewoon kan beschermen, ook voor een reis. De laatste, waar of niet waar? Voor alle vragen rondom mijn reis en malaria kan ik terecht bij de Travel Clinic van het Erasmus MC. Waar? Natuurlijk. Hè. We zijn voor, tijdens en na de reis. Dus ga je op reis, maak een afspraak zodat we je plan kunnen doorspreken. Kijken wanneer je malaria-tabletten nodig hebt of andere vaccinaties. En zodat je eigenlijk onbezorgd op reis kan. Dankjewel, Els. Wij gaan veilig op reis.